Nijmeegse studenten zijn niet tevreden over de Nijmeegse woningmarkt. Dat blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting die donderdag werd gepubliceerd. Er is veel behoefte aan betaalbare studio's en appartementen, terwijl er vaker kamers met gedeelde voorzieningen beschikbaar zijn. Het aantal uitwonende studenten is de afgelopen 3 jaar met 10% gedaald in Nijmegen. Landelijk is een afname te zien van 53 naar 48%. Volgens de monitor komt dat door het afschaffen van de studiebeurs en het gebrek aan geschikte woonruimte. Toch is er krapte als het gaat om beschikbare woonruimte. De Nijmeegse situatie wordt als gespannen omschreven.